Para las fiestas, para cumpleaños, para celebrar algo así. De piñata is vooral geliefd bij verjaardagsfeestjes. Een piñata wordt gemaakt met papier-mâché. Ze gebruiken een vorm en die bekleven ze vol met krantenpapier. De afdruk mag bij alle andere drogen op het dak. Nog een beetje afwerken, het toevoegen van oren, neus en armen. En dan volkleven met gekleurd papier. Hier in de piñatafabriek maken ze zo'n 80 piñatas per dag. Maar in het hele huis liggen ongeveer 1000 piñatas. De piñata kan je kopen in een snoepwinkel, Dulceria. Daar vind je wel honderden verschillende snoepjes. Zoet, maar vooral pikant, met chili. Vul de piñata met snoep en je bent klaar voor een spetterend feest. Zo'n Mexicaanse worstelaar ziet er stoer uit. Die wil ik. Kom, we gaan feesten.